En Paul Somaharjo, voorzitter van de Percaya Luhur, heeft zaterdagochtend tijdens een massameeting op het hoofdkwartier te Beekhuizen de oppositie opgeroepen om zich te bundelen. Deze bundeling is noodzakelijk om de huidige machthebbers de pas af te snijden. De politicus is ook ingegaan op het vonnis tegen oud-legerleider, thans president Desi Bouterse. De massameeting is gehouden in verband met het 21-jarig bestaan van de partij. Er zijn diverse activiteiten gehouden om deze mijlpaal te vieren, zoals een dankdienst en een kinderactiviteit. Ook zijn de aspirant DNA-kandidaten bekendgemaakt. Bewust, ik ga niet boven zetten vragen, dat ga ik niet halen. Ik ben bewust dat VHP ook de meerderheid kan halen. ABAP ook niet. En persoon, alleen door samen te zijn, zijn we in staat meer dan cent toe te halen. Dat ben ik van bewust. Daarom ben ik begonnen met aspirantkandidaten. En met deze aspirantkandidaten zal ik aan u straks voorstellen. Er zijn prominente. Nee, het zijn integere, ontwikkelde mensen. En daarom benoemen wij eerst aspirant. Dan gaan we ze volgen. Dan wil ik van de draai, van de wacha, handel en wandel. En dan pas komt dan op 9 april de vaststelling. En ik heb ze gezegd, laat het geen concurrentie zijn. Laat het zo zijn. Lijkt voetbal. If Messi lijkt een bal, dan moet Messi winnen. Naar Barcelona moet winnen. De PL-voorzitter wees erop dat niet gesteld kan worden dat de massa bij de NDP zit. De ABOP en de VHP hadden elk ook een grote vergadering. De opkomst op de PL-massameting bewijst volgens de politicus hoe groot zijn partij is. Wel, visie. Dan moet je toch voor visie of Jaribaga. Echte visie. Is PL. Kijk deze organisatie. Zonder visie in het bereiken. Bozo, low income shelter, PL visie. Bidismade, PL visie. Open winkeling, boemkop winkeling, PL visie. Ragasa, zelf aspirant kandidaat. Noem maar nog wat op idee. PL visie. Rafia P. Ook beginnen. Aspirantkandidaten. Ik feliciteer de VHP. Want alle goed moet je wel kunnen overnemen. En wat goed is, dat VHP moet met de camera toe. En ik denk dat niet alleen de VHP, maar ook de ABOP, ook alle partijen, de visie van de PL zal moeten overnemen. Begin met aspirantkandidaten. Dat was dus PL-voorzitter Paul Somaharjo afgelopen zaterdagavond tijdens een massameting. In verband met het 21-jarig bestaan van de partij.